Natuurlijk blijf ik ook Heks, ik weet het al, lezen. En daarom vandaag al een verhaaltje. Ondertussen hebben we al heel veel van het boek gelezen. Kijk, dit heb ik al gelezen, dit nog niet. Dus er zijn nog genoeg verhaaltjes om nog even door te gaan. En het volgende verhaaltje is Wormpa is bijna jarig. En toevallig ben ik ook bijna jarig. Wie weet nog op welke dag ik jarig ben? Stuur het maar door, moest je het nog weten. Ik weet het al, vertelde aan Wormpa dat ze met Lies en Loes naar de markt was gegaan. Ze vertelde dat ze sinaasappels over de grond had laten rollen. En weet je, als je mensen een handje helpt, krijg je sinaasappels gratis. Lachte, ik weet het al. Ik hoop dat je door al die avonturen niet bent vergeten dat we naar de open plek in het bos moeten, zei Wormpa. Kilemannepoe, dat is waar ook. Jij bent jarig. Is je vuurpot al leeg? Vroeg ik weet het al. Ik ben heel zuinig geweest, maar het wordt tijd dat ik jarig ben, antwoordde Wormpa. We moeten meneer Uil waarschuwen dat hij uit de buurt blijft. Voor vogels is het die dag heel gevaarlijk. Zelfs veel te gevaarlijk. Zij, ik weet het al. En we moeten valse fee vragen om te kopen. Om te komen. Ik hoop maar dat ze goed gehumeurd is. Jarig zijn met zo'n zure valse fee erbij, dat is niet prettig, merkte Wormpa op. De bliksem komt alleen bij blije heksen. Dat weet valse fee net zo goed als wij. En als zij rood in het eten gooit, zullen we dat bij haar ook doen als zij jarig is, zei ik weet het al. Valse fee was nooit tevreden, maar ze was niet dom. Dat wist ik weet het al en Wormpa. Dus ze maakte zich niet veel zorgen. Zullen we eerst naar valse fee gaan en haar vragen of ze wil komen? Dan hebben we dat maar vast gehad, stelde Wormpa voor. En ik weet het al en Wormpa deden hun jas aan. Het was nog koud buiten. Heksen worden niet snel verkouden, maar ze houden ook niet van de koude. Wormpa klopte beleefd op de deur van valse fee. Valse fee deed open. Toen ze de twee heksen zag, betrok haar gezicht. Komen jullie mij weer betoveren of zo? Vroeg ze. Nee hoor. We komen je uitnodigen om naar de open plek in het bos te komen. Ik ben bijna jarig, zei Wormpa vriendelijk. Aha, als jullie me nodig hebben, dan zijn jullie daar. Dan ben ik genoeg. Kan jullie vriend meneer Uil niet in mijn plaats gaan? Je weet best dat hij geen heks is. Vogels kunnen beter niet in de buurt komen. Meneer Uil begrijpt dat best. Hij zal ons dankbaar zijn als we hem waarschuwen. Legde ik weet het al uit. Waarom zou je hem waarschuwen? Vertel je het de andere vogels ook? Meneer Uil heeft altijd een streepje voor. En dat is niet eerlijk, vond valse fee. Meneer Uil zal zijn vogelvrienden zelf wel waarschuwen. Dat heeft hij altijd al gedaan. Ook zonder dat wij hem gewaarschuwd hadden. Hij hoort het grommel sneller dan wie dan ook, zei ik weet het al. Dan hoef je het deze keer ook niet te vertellen, zei ik weet het al. Dat doe ik wel. Hij is mijn vriend. Vrienden helpen elkaar, zei ik weet het al vastbesloten. Dan weet ik niet of ik nog wel kom, zei valse fee. Ik weet het al, ze stond op en ze keek even boos als valse fee. Valse fee, zei ze. Ik weet niet hoe je met jouw vuurpot staat, maar als je niet komt, komen wij later ook niet als jouw vuurpot leeg is. Meer hebben we je niet te vertellen. En ik weet het al en Wormpa liepen de deur uit. Zou ze echt niet komen? Vroeg Wormpa, ongerust. Natuurlijk komt ze wel, zei ik weet het al. En dat is het verhaaltje voor vandaag. Tot morgen!